Lopen er ook andere scholen mee? Nee, volgens mij niet. Wat bedoel je? Hey. Nee, er lopen een aantal bewoners mee, dus met wie jullie de tour hebben gedaan. En er komt een cultuurmakelaar. Ja, maar jullie waren gewoon zo te gek geïnterviewd. Ook in jullie interview, dan, op een gegeven moment hoor ik van zo nog even opnieuw beginnen. Want het is even, we moeten even opnieuw. Het is echt te gek. Ja, wat vonden jullie eigenlijk zeg maar de moeilijkste vraag om te stellen? Ja, gewoon gevoelens van een ander. Ja, hè? Want je kan ook gewoon iets keertjes vragen. Ja, het is best wel. Ik begon te huilen. Ja. En dat gebeurde? Nee. Jullie hadden wel een hele leuke vrouw. Masha hadden jullie. Ja. Ja, weet ik het. Hoezee. Maar hoe was die vraag dan over gevoelens? Gewoon... Wat zij... Kijk, het was niet zo, want wij hadden niet echt een moeilijke, maar... Gewoon, ze had ook iets bij de arm en toen hadden we die interview uitgedaan om te vragen wat ze met de arm had. Want misschien is het niet fijn voor haar, snap je? Je merkte aan haar houding? Die non-verbale waar we het over hadden? Nee, ze vond het niet erg. Maar... Maar je... voor zekerheid. Dat had ik wel bij die vrouw die over dat kindje die aangereden was. Zo. Toen dacht ik zo, is ook de vraag of niet? En dan hebben we het wel gevraagd. En toen zei ze dat die aangereden werd gereden door een brommetje, dat eigenlijk niet snel reed. En die had een paar schrammetjes. Ik dacht, nou, ben ik nou hiervoor hier naartoe gekomen? Ja, okay. Maar je zag wel wat het met haar deed, hè? Ja, dus iedereen heeft zo zijn eigen, dat heet een referentiekader. Omdat ze van het kindje houdt, snap je? Ja. En dus iedereen kan een andere reactie hebben. En dat is het mooie van interviewen. Dat je iemand zo op zijn gemak kan stellen, dat ze gewoon daarover kunnen praten. Dat ze zich niet verschut voelen. Precies. Ja, dat je meegaat in hun gevoelens eigenlijk. Ja, het spiegelen heet dat. Dat wist ik niet. Dat is moeilijk eigenlijk. Je kijkt toch wel vaak in de spiegel? Wat zie je dan? Ja, mijn eigen kop. Moet je dan lachen? Nee. Dat denk ik hoe. Dat is het spiegel. Ik ben gewoon in de gevoel gekomen. Oh, daar gaat om deze wereld van de doden. Dat is zo als je naar jezelf kijkt. Oh, nou, soms denk ik echt van, ben ik echt zo op school geweest? Nee. Dan denk ik, ja, het is al gebeurd, hè. Ja, je hebt het overleefd. Hey, en nog even een vraagje, Marichelle. Ja. Dit is een achtergrond scrapbook. En daar overheen komen de woorden. Ja. En de woorden over wat je geleerd hebt. Mm-hmm. Noem eens een woord wat je geleerd hebt. Ja, gewoon dat, die vrouw hier kwam wonen voor de toekomst, voor de kinderen. Ah. En was dat een goede keuze van haar geweest? Ja, want ze had het heel leuk. Nice. Want ze had niet echt problemen hier, alleen dat er rommel in het park was. Maar... Ja, die kutkinderen. Dat zijn jullie zeker? Nee, ik rijd daar nooit doorheen. Dat is trouwens zee. Ik rijd daar nooit doorheen en ik gooi mijn rommel nooit op de grond. Vraag check. Je bent een boegbeeld. Ja. Nee, dus dat ze oog voor de toekomst. Wat zegt u?